BNR Economisch Nieuws. Nieuw dieptepunt in de bankenwereld. Wereldwijd grijpen overheden in om de banken uit de modder te trekken. Na een eerdere ronde van overheidssteun aan de banken gaan landen nu weer ingrijpen in de sector. Denk aan de Britse en Amerikaanse overheden die Citigroup, HBOS en Royal Bank of Scotland steunen. En vandaag krijgt ook de kwakkelende Vlaamse bank KBC 2 miljard van België. Kees de Kort, de beurzen zijn er nog niet heel gevoelig voor. Staat allemaal toch behoorlijk in het groen. Hoe kan dat? Ik heb geen idee. Maar de rode draad, wat je zelf al aangeeft, de banken zijn of de overheden zijn een tweede ronde begonnen. Nou, er gaat ook een derde ronde en een vierde ronde komen. Dat maakt fris niet uit. De richting van de beweging met de banken is meer problemen. Daar wil geen enkele particuliere instelling wel de geld in steken. Dus het wordt meer overheidsgeld. En at the end of the day gaan er gewoon banken genationaliseerd worden. Dat is onvermijdelijk. En hoe eerder we dat accepteren, hoe beter het is. Dus ja, waarom de koers van de financiële waarde vandaag toevallig wel stijgen, ik begrijp er niks van. Gisteren was het wel anders, toch? Toen leken mensen te begrijpen wat het woord nationalisatie betekent voor aandeelhouders. Ja, maar jij verwacht dus nog een derde en vierde ronde? Ja, natuurlijk. Kijk, de banken. De kredietcrisis heeft al een eerste ronde grote verliezen met zich meegebracht. Of een tweede ronde. En nou komt de recessie komt eraan. En een recessie is altijd slecht voor de banken. Want dan gaan mensen gewoon failliet. Wordt het niet terugbetaald. Dus dan lopen de verliezen voor de banken altijd op. Nou, en dat gebeurt nu, gaat nu ook gebeuren. Onvermijdelijk. Alleen de uitgangspositie van de banken is nu vrij slecht geworden. Omdat ze al een kredietcrisis te verwerken hebben gekregen. Dus daar moet gewoon meer geld bij. Ja, maar dat geld, de overheden die pompen dat er steeds maar meer in. Hè? Dat betekent dat de overheden natuurlijk ook geld gaan verliezen. Ondertussen gaan er al stemmen op, bijvoorbeeld bij VNO-NCW. Die vinden dat de begrotingsregels doorbroken moeten worden. Wat vind je daarvan? Ja, kijk, tot nu toe is er één recept voor alle problemen. Maakt niet uit, one size fits all. Gooi er geld van andere mensen tegenaan. Want het is natuurlijk over, het is nu belastinggeld wat besteed gaat worden. Maakt niet uit wat het probleem is op dit moment. Gooi er ongelimiteerd belastinggeld tegenaan. Lijkt mij een beetje simpel, maar goed, het werkt ook niet. Hè, want al die maatregelen die genomen zijn tot nu toe, rente omlaag, garanties omhoog, steunoperaties, hebben niets opgeleverd. Want als je gewoon kijkt naar de effecten daarvan, dan zie je gewoon dat de economie wereldwijd verslechtert. En niet een beetje, maar veel. En dat de resultaten van bedrijven ook allemaal verslechteren. En dat de resultaten van de banken ook allemaal verslechteren. Dus we hebben ondertussen verschrikkelijk veel gedaan. Andermans geld uitgegeven en het heeft niks opgeleverd. Behalve dan in Frankrijk. Tenminste, ik weet niet of het door die steun komt, maar de banken die maken daar winst. BNP Paribas 3 miljard, Société Générale 2 miljard, Crédit Agricole 1 miljard. Hoe kan dat? Nou, misschien dat ze daar iets creatief met boekhouden zijn. Het is natuurlijk niet zo dat financiële instellingen overal evenveel problemen hebben. In Frankrijk hebben ze ook hoor. Dat komt allemaal nog wel aan de orde. Dan maak je me geen zorgen. Maar het punt is, blijkbaar weten de autoriteiten, monetaire autoriteiten, financiële autoriteiten, CNV, weet ik al, niets meer te bedenken dat het tegen iedere prijs handhaven van de status quo, dat het daarom gaat. Ongeacht de prijs die daarvoor betaald wordt, ongeacht waar de lasten neerkomen, wij moeten de bestaande status quo handhaven. Dat is de gedachte. En wat betekent dat? Want nu gaan de banken er dus aan, de economie voelt het. Volgende stap, de landen? Landen zelf? De recessie natuurlijk, dat is allemaal niet zo'n probleem. Kijk, we zijn met z'n allen ontzettend rijk. Hè? En als we nou gewoon accepteren dat we misschien wat minder rijk zijn, dan gaan we anders tegen de problemen aankijken. Dan nemen we bijvoorbeeld de huizenprijzen. Wat is er mis met lagere huizenprijzen? Die geven kansen. We hebben het allemaal over kansen. Ik hoor de hele dag iedereen zeuren over kansen. Lagere huizenprijzen bieden andere mensen de kans om een huis te kopen. Ik zou zeggen, dat is goed nieuws. Nee, tegen elke prijs moet voorkomen worden dat de status quo, de huidige status quo, aangepast gaat worden. Ja, dat kan iedereen bedenken. Waarom hebben we nog autoriteiten nodig? Je kunt ook een meisje van 16 aannemen. Die kan ook bedenken dat ze andermans geld gaat uitgeven om de status quo te handhaven. Oké. Kees de Kort, status quo moet de prullenbank in. Nou, we moeten accepteren. We moeten waarschijnlijk in mijn beleving, en er zijn wel meer mensen die erover denken, moeten accepteren dat we te ver gegroeid zijn of te hard gegroeid zijn. Dat deze situatie niet te handhaven is. Tenzij we bereid zijn toekomstige generaties op te zadelen met nog meer problemen. Dus als we gewoon accepteren dat we wat gaan afboeken. Dat we in plaats van heel rijk iets minder rijk gaan worden. Dan kunnen we gewoon daarna weer vooruit gaan kijken. Maar dat besef dat we dat iets niet die handhaven is, dat we iets moeten inleveren. Dat we dan niet arm zijn, maar minder rijk. Dat is niet zo'n probleem. Dankjewel. Kees de Kort was dat. En we horen hem later in de Power Lunch nog een keer.